Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zegt dat een presidentiële commissie zich op kort termijn zal buigen over de verschillende nijpende vraagstukken in het district Brokopondo. De bewindsvrouw verklapte dit eerder deze week voor de ministerraadsvergadering in het Franklin Asset gebouw. Emanuel zegt dat de noden van de samenleving verholpen zullen worden. We hebben afgesproken dat we dus dat die commissie zal aangeven wat ze precies nodig hebben. En als staatsolie moet inkomen, dan zal staatsolie inkomen. Het is een hele grote commissie. Het is, wordt ook breed gedragen binnen Brokopondo, omdat nagenoeg bijna alle hoofdkapiteinen of kapiteinen zitting hebben in die commissie. Dus ik denk dat we door middel van communicatie ook met het bedrijfsleven zullen gaan richting oplossing. En ook de verschillende ministeries hebben ook vertegenwoordigers daarin. De DC zit ook erin, vertegenwoordiger van LVV, van Volksgezondheid en OW, onderwijs. Dus het is een heel grote commissie, het wordt breed gedragen. Emanuel zegt verder dat ze aandachtig heeft geluisterd naar de lokale gemeenschap van Brokopondo. Dignitarissen hebben naar zeggen van de bewindsvrouwen al een inventarisatie klaar liggen van de schade die bij huishoudens is veroorzaakt tijdens en na de overstromingen van eerder dit jaar. Maar ik denk dat ze dus samen met de districtscommissaris en ook nog de commissieleden, die bestaan ook uit dignitarissen, heel snel kunnen overgaan tot de gebieden of de dorpen die zo'n beetje schade hebben geleden. Wanneer het gaat om dus de landbouwgronden, LVV was ook aanwezig vandaag, hebben ze dus ook afspraken gemaakt met LVV. Als we weten van volgend jaar gaat het weer regenen, dan hebben we dus geen zin om weer over te gaan tot het aanplanten van dezelfde gewassen. Of, dus wat duidelijk moet zijn is dat we dus hebben aangegeven dat we dus eigenlijk moeten kijken naar hoger gelegen plekken, zodat ze dus misschien eventueel daar hun kostgronden kunnen aanleggen. De bewindsvrouw zegt dat de voorstellen van de gemeenschap meegenomen worden. Dat de mensen geen pakketten willen en liever geld willen om hun eigen zaken te kopen, is ook opgenomen door de commissie.